Als je nou je eigen video's wilt maken, wat heb je ervoor nodig? Wat is jouw setup? Noem ik dat. Dus, dus je kunt een alles of een gedeelte kopen, aanschaffen en kijken wat heb jij nodig. Ik ga niet helemaal uitleggen welke merken er allemaal zijn, maar ik geef je een soort van basic ja, lijstje waar je op mag letten als je video's gaat maken. Dus op de eerste plaats heb je dus een camera of je smartphone nodig. Um, nou, ja, wanneer een camera, wanneer een smartphone? Ik zou zeggen, start simpel met je smartphone. En als je daarna merkt, hé, hey, ik, uh, ja, ik red het niet met mijn smartphone. Ik vind het gewoon het beeld niet goed. Of um, de batterij gaat snel leeg. Of um, er is niet genoeg geheugen. Het begint je te storen. Dan kun je overstappen op een camera. Dan het volgende op je shoplist, wat je, waar je nog. Ja, misschien wel. Heb je dat al in huis? Nou, dat zou geweldig zijn, natuurlijk. Heb je misschien een statief of een selfie stick? Waar je dus je smartphone of je camera in kan zetten. Want als je je, statief, uh, hè, als je, je smartphone gebruikt in een statief, dan heb je dus ook je handen vrij. Uh, zodat je je ook vrijer voelt om je verhaal te doen. Overweeg daarna of je misschien een microfoontje nodig hebt. Um, ja, dat kan zijn zo'n uh, daspeldmicrofoon of misschien een ander type microfoon, misschien een draadloze microfoon. Uh, het ligt helemaal aan jouw persoonlijke situatie wat voor type microfoon je nodig hebt. We gaan door naar de belichting. Want als jij um, geen goed belichte video's hebt, als je half in het donker zit, als je tegen het licht in filmt, ja, dan ben jij niet echt goed zichtbaar. Omdat ik bijvoorbeeld. Het, de zon schijnt vandaag heel hard buiten. Normaal gesproken zit ik voor een lamp. Uh, of in ieder geval voor een raam. En zorg ervoor dat je dus voor een raam zit. Zodat het licht goed in je gezicht valt. Dat mensen goed in je ogen kunnen kijken. Dat is het belangrijkste bij video's. En uh, ja, de ene dag is het donkerder buiten. En de andere dag is het lichter. Dus je kunt zelf de belichting in de gaten houden. En je hebt het zelf in de hand. Dus ik vind het heel fijn om een lamp te hebben, zodat ik onafhankelijk ben van of het nou buiten regent, sneeuwt of de zon schijnt. Zorg ervoor dat je goed belichte video's maakt.